Goed, heren van de pers, van harte welkom. We hebben nu wat laat-tijdig verwittigd, maar we zijn heel blij dat er toch nog zo'n grote opkomst is. Ja. De mensen vooraan hoef ik niet meer voor te stellen, denk ik. Onze voorzitter van de Witte, Michel Louwagie en Hein van Hazenbroek. Maar ik wil vragen om die gsm-toestellen nu af te zetten, zodat er niemand gestoord wordt. Eerst het woord aan onze voorzitter, die van de Witte. Ja, goedemiddag. Wij hebben, zoals... gevolgd geweest is door de media eigenlijk regelmatig met elkaar gesproken, de trainer Michel en ikzelf. En ik denk dat het goed is om met een korte mededeling de resultaten van die verschillende gesprekken aan u mee te delen, zodanig dat we naar de toekomst toe in alle rust kunnen verder werken. Dus vorige week al en voordien en gisteren hebben de trainer Michel en ikzelf diepgaand gesproken over de sportieve situatie. De sportieve situatie is onverwacht, zou ik zeggen. Niet wat we hebben beoogd, maar dat was eigenlijk secundair, omdat ik er persoonlijk altijd van overtuigd was dat dit wel goed ging komen en dat we naar de toekomst toe moesten verder werken. Maar er is naast het pure sportieve, zijn er ook menselijke aspecten van hoe voelt men de dingen aan en dergelijke meer. En zoals u weet ben ik ook dan in mijn dagelijks leven een professional die weet dat ook de manier waarop mensen zich voelen een belangrijk onderwerp is in de samenwerking. Ja. En dan hebben wij daar ook bijna als vrienden zou ik zeggen, en als grote mensen en met hele nobele bedoelingen daarover gesproken. En daar is uitgebleken dat het voor iedere partij waarschijnlijk beter was om de samenwerking niet verder te zetten. Ik denk dat Hein daar straks zijn mening zal overgeven. Maar het is een beslissing die genomen is met wederzijds instemming, bij wijze van spreken. En waarvan we alle partijen denken dat het goed is voor iedereen. Om vooral de vriendschap die we opgebouwd hebben te behouden. En ik zal daar straks nog op terugkeren, en vooral ook het respect die in deze club bestaat en de dankbaarheid ook naar Hein van Hazenbroek toe voor alles wat hij voor onze club betekend heeft en verwezenlijkt heeft. Ik denk dat de 3 jaar die we met Hein hebben samengewerkt mogen gecatalogeerd worden als een uitzonderlijke periode die de club in een hele korte tijdstip een niveau hoger heeft gebracht en dat uiteraard hebben we als bestuur en als club daar ook hevig aan meegewerkt, maar daar was toch een sleutelfactor en dat was onze trainer Hein van Hazenbroek die de club zowel op Belgisch nationaal vlak als op internationaal vlak en Europees vlak op een totaal ander niveau heeft gebracht. Dus ik zit hier met zeer mixte gevoelens. Gevoelens van respect en ook erkentelijkheid. Een beetje gevoelens van spijt ook. Maar dat op persoonlijk niveau, ik heb toch wel heel veel spijt dat dit zich voordoet. Maar ik heb ook respect voor het aanvoelen van de trainer zelf. En daarom denk ik dat dus inderdaad het feit dat de partijen elk zijn weggaan, maar ik denk dat we elkaar nog regelmatig zullen zien.
want er is toch een band gesmeed gedurende die 3 jaar die zal blijven bestaan. Ja, voor eerst van mijn kant wil ik de voorzitter bedanken, Michel bedanken, voor het gesprek dat we gisteren gehad hebben, voor de manier waarop dat we afgewerkt hebben en behandeld hebben. En ook voor de steun die zij mij, eerst en vooral de kans die zij mij gegeven hebben om naar hier te komen. Om van deze club iets moois te maken. De steun die ze mij verleend hebben gedurende al die tijd. Dus ik denk dat dit de mooiste periode uit mijn carrière is. By far de mooiste periode. Ik denk dat we ongelooflijke resultaten hebben behaald. Ik denk dat dat denk ik zelfs in België niet gebeurd is. Dat je kampioen speelt, 8e finale Champions League, 8e finale Europa League in 3 jaar tijd. 2 keer derde eindigt dan ook. Dus ik denk dat wij heel tevreden terugblikken op onze samenwerking. Het respect is wederzijds. Gelieve de knopen niet te raken. Maar oké, zoals de voorzitter zegt, zijn er verschillende momenten geweest waar wij voelden dat het dit jaar moeilijker liep. Sportief moeilijker liep ook. Europees uitgeschakeld, competitiestart gemist. En dan voel je dat er verschillende elementen meespelen. En ik ga daar niet te veel op ingaan in detail. Maar er zijn naast de resultaten uiteraard nog andere elementen die een rol spelen. Het was ook mijn gevoel dat voor de club, voor de groep ook wellicht, maar toch zeker voor sommige spelers, misschien niet slecht zou zijn moesten ze een nieuwe wind krijgen. Ik ben de anciens ongelooflijk dankbaar. Ik moet zeggen dat wat ik met de voorzitter en Michel gerealiseerd heb en met alle andere mensen van de club, want we zijn niet de enige. Heel die entourage werkt fantastisch. Maar dat is enkel gerealiseerd geweest door fantastische prestaties van spelers die toen ik hier toekwam halverlinks verstopt zaten achter het struikgewas, zou ik zeggen. Maar die gegroeid zijn, hè? Asare, Neto, Milicevic, dan 2 jaar Mitrovic ook, Fouquet. En al diegenen die weg zijn, daar zijn er nog een hoop daarbij ook. Ik denk dat die mannen tot op de laatste moment het voortouw hebben genomen. De laatste wedstrijd nog Milicevic en Asare, omdat dat dan ook de enige 2 zijn die nog op het veld staan. Hebben het voortouw genomen, dus voor mij heel veel waardering, heel veel dank voor die mannen die uiteindelijk er alles aan gedaan hebben om de resultaten te verbeteren en die wellicht ook de meest ontgoochelde zullen zijn bij het vernemen van dit nieuws. Ik heb mij persoonlijk uitgedrukt ten opzichte van de jonge spelers ook toen ik hen aansprak daarnet, omdat ik vind dat de club enorm goed geïnvesteerd heeft in jonge talenten en dat er heel veel jong talent zit bij Gent. En dat zij misschien de sleutel zijn tot de revival binnen een paar jaar. Denk ik dat er nieuwe leiders zullen opstaan uit de jonge gasten. Ik blijf nog altijd enorm gecharmeerd van het werk van de voorzitter van Michel. Wat zij met deze club hebben bereikt. Dit is een beetje mijn geesteskind waar we hierin zitten. Voor zo'n momenten als vandaag te klein, hè? Maar we verlangen niet veel zo'n momenten, maar dit is ook mede door hun investering, door hun visie ook op de toekomst investeren in die accommodaties. Dus ook dat doet uiteraard pijn als je daar uiteindelijk ontwerper van bent en je moet dat dan gaan verlaten, dat doet pijn. Wat mijzelf betreft, ik heb momenteel met niemand anders contact. Het zou kunnen dat ik gewoon ook nergens aan de slag ga. Ik weet niet wat er mij staat te wachten. Dus er heeft niks mee gespeeld in mijn beslissing. Ik had gewoon het gevoel dat het voor mij en de entourage rondom mij, dat het allemaal een beetje heel moeilijk werd. En dat er te veel zaken waren die goed functioneren tegenwerkten. En dan moet je durven, denk ik, een beslissing nemen van oké. Hoe pijnlijk die misschien ook is, dat doe je wat mij betreft ook misschien om iets teweeg te brengen, om een reactie teweeg te brengen van spelers en in de hoop dat A-agent hier zo snel mogelijk uitgaat.
Het is niet de bedoeling dat ik nog vragen ga beantwoorden, dus ik hou het hierbij. Dank u.